Ga met ons mee op reis. Over de wereld. Meer over landen, klimaten, natuurrampen, bevolking en economie. We gaan naar Mexico! Met 128 miljoen inwoners is Mexico het 10e land qua bevolkingsomvang. 9 miljoen Mexicanen leven in de hoofdstad Mexico-stad en nog eens 14 miljoen Mexicanen leven in het stedelijk gebied om de hoofdstad. Laten we kijken naar Mexico's landschap. Mexico heeft drie klimaten. Een tropisch klimaat in het zuiden, dat warm en regenachtig is. Een gematigd klimaat in het centrale deel van Mexico. Deze delen liggen hoger en zijn daardoor kouder. De droge klimaten. Deze gebieden zijn meer in het noorden en midden van het land gelegen. Neerslag valt vooral in de zomer. Zelfs in de winter blijft in de meeste gebieden de temperatuur boven de 10 graden Celsius. Van het noordwesten naar het zuidoosten liggen twee gebergtes parallel aan elkaar. De Sierra Madre Occidental aan de westkant en de Sierra Madre Oriental aan de oostkant van Mexico. Tussen deze gebergtes ligt het hoogland van Mexico. Er zijn bijna 50 actieve vulkanen in Mexico. In de laatste 20 eeuw zijn er 8 uitbarstingen geweest, waarvan de uitbarsting in 1982 van El Chicón de meest berucht is. De vulkaanuitbarsting kostte bijna 1900 mensen het leven. Sommige wetenschappers denken dat deze uitbarsting de temperatuur op het noordelijk halfrond zelfs een half graad deed dalen. Aardbevingen zijn een alledaags fenomeen in Mexico, vooral langs de westkust. Bijna jaarlijks is een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter. En in de laatste 100 jaar is Mexico zelfs 4 keer getroffen door een aardbeving met een kracht van 8 op de schaal van Richter. Laten we nu eens naar Mexico's economie kijken. Mexico is een hoge middeninkomensland met een BP per hoofd van $8,300. Het is gestegen van $1,700 in 1986. De laatste jaren is het BNP per hoofd echter gedaald. De meeste Mexicanen werken in de dienstensector. De industrie is ook belangrijk, want die biedt werk aan 25% van de beroepsbevolking. De overige 13% werkt in de landbouw, alhoewel in deze sector maar 4% van het Mexicaans inkomen wordt verdiend. In 2019 exporteerde Mexico voor bijna $500 miljard aan waarde. 36% van de export bestaat uit machines, computers en apparatuur en 24% van de export bestaat uit vervoersmiddelen. 10% van de export bestaat uit landbouwproducten. Ongeveer 75-80% van de export gaat naar de Verenigde Staten. Canada, China en Duitsland zijn andere bestemmingen voor Mexicaanse export. Mexico is wereldwijd de 8e bestemming van toeristen. In 2019 verwelkomde Mexico 48 miljoen toeristen, vooral uit de Verenigde Staten en Canada. Mexico heeft een groot aantal werelderfgoedgebieden die bezoek waard zijn. De meeste toeristen gaan naar Cancún om de Mexicaanse Caribbean te ervaren. Mexico is door de lage prijs en goede kwaliteit ook een bestemming voor medische behandelingen voor mensen uit de Verenigde Staten. Dan Mexico's bevolking. De Mexicaanse bevolking zal waarschijnlijk groeien van 128 miljoen naar 160 miljoen in 2060. Dit wordt vooral veroorzaakt door het hoge geboortecijfer van 7, terwijl het sterftecijfer slechts 6 is per 1000 inwoners. Het bevolkingsdiagram verandert ook mee. De jongste groepen zullen smaller worden, terwijl de groep met bejaarden groter wordt. Het hoge geboorte- en lage sterftecijfer kan betekenen dat de bevolking extreem snel groeit, maar dat valt wel mee. In Mexico is er jaarlijks sprake van een netto-emigratiesaldo van 300.000, waardoor de bevolkingsgroei wordt getemd. De meeste migranten gaan naar de Verenigde Staten. Ze sturen geld terug met een totale waarde van $40 miljard. Mexico zelf wordt ook steeds aantrekkelijker voor migranten. Door het warme klimaat en de lage kosten neemt de migratie vanuit de Verenigde Staten toe. Mexico heeft echter wel een van de hoogste inkomens van Latijns-Amerika, waardoor ook migranten uit het zuiden worden aangetrokken. Mexico is ook bekend vanwege de drugsoorlogen. Rivaliserende bendes zorgen voor een enorm hoog moordcijfer van 14 per 100.000 inwoners. Toch is dit lager dan in veel andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië waar het moordcijfer 25 is. Bovendien zijn er grote regionale verschillen. In het noorden, tegen de grens met de VS, is het moordcijfer soms boven de 70. Maar in Yucatán, de belangrijkste bestemming voor toeristen, is het slechts 1,7.
wat vergelijkbaar is met Canada. Dit is dus een veilig gebied. Nu Mexico's klimaat, natuurrampen, de economie en de bevolking zijn besproken, is het tijd om af te ronden. Bedankt voor het kijken, vergeet niet om te liken en te abonneren en blijf kijken voor een volgend filmpje over Egypte.